als laatste meisje loos. Die wou gaan varen, die wou gaan varen. Daar was laatste meisje loos. Die wou gaan varen als licht matroos. Zij moest klimmen, minden, maken ze zeilen, maken ze zeilen. Zij moest klimmen, minden, maken ze zeilen, de touwtjes vast. Maar door stormen tegen weer, sloegen de zeilen, sloegen de zeilen. Sla me niet, ik ben uw liefje, ik ben uw liefje. Ach, kapteintje, sla me niet, ik ben uw liefje, zoals gij ziet. Zij moest in de kajuit, kreeg een pak, Aan? Weet ik niet. Nee, ze zijn allemaal uit. Ik. Ja. Ze moeten allemaal uit. Microfoons aan. Kinderen daarvoor. Ja. Volgens mij vervelend. Ik wil even onze geluidsman weer op zijn plek laten zitten, want anders gaat u niet horen. We gaan horen. Zo starten. Ja, we gaan zo starten. We gaan starten. Is iedereen klaar? Hey, hoor jij er ook bij? Hey. Wie ben jij dan? Ja. Kom jij hier doen? Mijn naam is Jacob de Geus. Jacob. Kan niet mee wat zeggen. Volgens mij ben je een geus. Oké. Dat zou ik wel denken, ja. Een watergeus. Dat te verstaan. Jacob. Microfoon gaat er niet aan. Hey. Wil je laten horen? Hoe werkt dat? Wacht maar. Geef hier met roken. Ja, als het geluid het niet doet, gaat het niet werken. Hij zijn de zeilen onder de wow. Meneer de Geus? Ja, meneer de Geus? Ja, we zijn klaar. Ja. Ik ben er klaar voor. Helemaal geweldig. Welkom hier in Gouda. Hier bij Molen de Rode Leeuw en bij onze mooie museumhaven. Van harte welkom. Wij zijn Maskerade uit Waddinxveen. En onze theatergroep gaat u vanmiddag meenemen naar 1574. Zegt het jaar u iets? Heel goed. In 1574 werd Leiden ontzet. Ja, en wist u dat Gouda daar een rol in heeft gespeeld? Luister en kijk naar onze voorstelling. En onze vertelster Duifgen gaat beginnen met het verhaal. En dan hoort u wie wij allemaal zijn. En hoe dat ging en welke rol Gouda gespeeld heeft bij Leidens ontzet. En als u straks een foto maakt, vind ik het heel leuk als u dat op Facebook erbij zet. Duifje. Hier naast mij, aan de IJsselkade in Gouda, ligt het turfschip De Broedertrouw uit Waddinxveen. Het is vandaag 20 september 1574. De oorlog tegen de Spanjaarden duurt nu al 6 jaar. Het zijn spannende tijden. De Spanjaarden dreigen Leiden in te nemen. Als ze dat lukt, is de opstand voorbij.
Prins Willem van Oranje doet er alles aan om dat te voorkomen. De dijken hier in de buurt zijn een maand geleden doorgestoken. Er ligt in een haven een grote oorlogsvloot klaar. Door de ondergelopen polders heen moet Leiden ontzet gaan worden. Echter, de wind staat verkeerd. Er lopen de polders niet snel genoeg onder. Mama, ja. Mogen jullie weg? Ja, jullie vervelen je. Ik snap het. Maar we kunnen niet weg. We moeten wachten. Straks komt jullie vader terug. Dan weten we meer. De moeder van die kinderen is Aleid. De dochter van schipper Hendrik Allarts van de Bruggetrouw. Bij haar staat haar moeder Marit. Zij zorgt voor de saamhorigheid aan boord. Zeg, zullen we gaan zingen? Want daar knappen we allemaal van op. Maria, we gaan dat lied van Den Briel doen. Speel je mee? Ja. Huurlingen. Ja, dat klinkt als een goed plan. Alleen de admiraal en koning Willem hebben besloten dat het plan van Jacob ten uitvoer moet worden gebracht. Ja, het gaat er nergens over. Luister, schipper. Kom maar. Ik zal het even uitleggen. Dina, heb jij vanmorgen de duiven al gevoerd? Zeker, Abdis. Nee, dat moet je nu niet meer zeggen. Ik ben al 2 jaar weg uit het klooster. Noem me geen Abdis meer. Zijn we gewoon vrouwen? Zeker, Abdis. Vrouwen. Maria daar, die zorgt voor de communicatie. Haar vosduiven houden prins Willem in Delft op de hoogte van wat er gebeurt. Dina was ooit non in het klooster van Maria in Delft. 2 jaar geleden heeft schipper Klaas haar aangenomen om in zijn herberg in Gouda te gaan werken. Ze vaart nu mee op de broedervrouw om het eten en drinken te verzorgen. Vrouwen, is het echt waar? Ja, is wat echt waar? Dat wij vrouwen moeten roeien als geen wind staat. Ja, natuurlijk. Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan de opstand. En denk aan ons grote voorbeeld. Verleden jaar, Keno, Beek Beleg van Haarnem. Keno.
gaat niet met zich solen. De vijand staat te tolen. En dit was ik maar thuis. Gedenk daarom de dag dat vrouwen zich verweren, zelfstandig opereren. Daardoor heeft u een huis. Met kokende olie, met vuur en brandend pek, zit Kenau's vrouwenleger heel Spanje op zijn nek. Kokende olie met vuur en brandend pek, zit Kenau's vrouwenleger in Spanje op zijn nek. Keer op binnen met de donderslag, Kenau werd van geweld door haar moed. Kenau werd op haar laatste druppel bloed. Kenau, ik spreek je naam uit met ontzag, ontzag. Als Kenau er niet was, was ik hier niet gebleven, want dan had ik geen leven, geen vrijheid, maar Spartaans. Grieën voor de koning, geen rechten, maar geboden, was tegenspraak verboden, en spraken wij nu Spaans. Over hogere belasting en de lege wisten zeker, lijken op het galgenveld de schepen op de zee. Hogere belasting en de lege wisten zeker, lijken op het galgenveld de schepen op de zee. Keren van binnen met een donderslag, keren het van geweld door haar moed. Keren van op haar laatste druppel bloed. Keren, spreek je naam en met ontzag. Ontzag. Voor niets of niemand bang houdt de meute in bedwang. Kenau! Ga voorop in de strijd! Tot moord is ze bereid! Een generaal! Geen adjudant! Voor volk en vaderland! Kenau komt binnen met een donderslag! Kenau is van geweld door haar moed! Kenau vecht op haar laatste druppel bloed. Kenau, spreek je naam uit met ontzag. 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 Stop ermee. Als we denken dat we... Als we zo in de Spanjaarden kunnen verslaan, dan hebben we het wel mooi mis. Henrik, luister nou toch eens. De mensen hebben dat zingen nodig. Ja, ze raken helemaal gefrustreerd van het lange wachten. Dat zal best wel, maar de weg naar Leiden is nog lang niet vrij. Er wordt overal nog volop gevochten. Dat is warmer. En we moeten een plan bedenken. Want zo kan dat niet langer. Goed nieuws. Goed er nieuws? Is, ja, er is net een uilbode binnengekomen. En? Zoetermeer is bevrijd. Ja! Yeah! Leve Oranje! Weg naar Spanje! Vierenhuis is Nederland! Aan je posities, aan boord. We gaan roeien. Helaas is er geen wind. Gaat hij lijkt roeien? Ja. Niet zeuren. Denk aan Kenau. Ga er niet mee. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 row gently down the stream. Merrily, 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 gently down the stream. Merrily, 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 row gently down the stream. Merrily, 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 gently down the stream. Merrily, 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 row gently down the stream. Het is 25 september 1574. De broedervrouw ligt al een paar dagen aan de kade bij de voorweg in Zoetermeer. De tijd dringt en het schiet allemaal niet op. De bonden zijn nog steeds niet vervaardigd voor de vloot. De admiraal heeft mij persoonlijk bevolen Leiden te gaan ontzetten. Dat betekent toch niet dat je dat in je eentje moet gaan doen? Hij heeft mij die eervolle opdracht gegeven. Jou niet. Ja, dat valt niet te ontkennen. Maar je hebt me nog niet verteld
hoe je dat gaat doen. De broedertrap. Breng mij naar de Spaanse linies bij Leiden. Ik ga van boord en glip de stad in. Daar regel ik een uitval voor onze troepen die vervolgens de Spanjaarden gaan verslaan. Simpel. Dat kan niet. Daar zijn de Spanjaarden veel te sterk voor. Ik ga natuurlijk pas naar Leiden als de wind gedraaid is en de polders onder water staan. Dan vaart de vloot in mijn kielzog mee. Dat zou kunnen, maar je vergeet wel één ding. Wat dan? We hebben geen tijd om nog langer te wachten. Leiden staat op instorten. De mensen gaan dood van de honger. Mijn plan kan nu uitkomst bieden. En wat is jouw plan dan wel? Mijn oude compagnie huursoldaten ligt bij Lammerschans. Ik weet zeker dat ik ze kan overhalen om te deserteren. Wacht eens. Als de broedertrouw ons daarheen kan brengen, dan glip ik daar zo luid binnen. Precies. Jij regelt een uitval en we krijgen allebei de eer die ons toekomt. Akkoord? Akkoord. Simon vertelt schipper Hendrik hun gezamenlijk plan. Die stemt daarmee in. De opdracht is immers om Jacob je bij Leiden af te zetten. De vrouwen zijn nog niet zo zeker van de heldhaftige plannen. Jacob, zijn jullie van plan morgen al uit te varen? En zal dat plan slagen? Of moet dit arme kind straks zonder vader door het leven gaan? Hij heeft je al zo lang moeten missen. Maak je geen zorgen, lieve. Ons plan zit prima in elkaar. Denk nou eens na. Je komt aanvaren met een schip vol met mannen, vrouwen en kinderen aan boord. Wat gaan die Spanjaarden dan doen? Nou, helemaal niets. Die gaan zich aan ons overgeven. Oh ja, die schrikken zich zeker dood als ze ons zien. Jacob, het moet echt anders. Nou, ik zie de noodzaak niet. Maar Simon ziet dat wel. Simon is het ermee eens dat we camouflage als wapen gaan gebruiken. Camouflage? Camouflage. Dat is een Frans woord. Ja, we doen net of we een groep vrouwen zijn die de Spaanse soldaten vermaak gaan bieden. En met een stel begeleiders erbij. Hoi, daar komt niets voor in. Die Spanjaarden gaan zich niet met jou vermaken. Ach Jacob, het is heus niet wat jij nu bedenkt. Maria, kan jij laten zien wat we bedacht hebben? Kijk Jacob, dit is onze camouflage. We maken zelf een Spaanse vlag en we verkleden ons als flamenco dansers. Wat voor dansers? Flamenco dansers. Dat heb ik in Spanje gezien. De mannen klappen en trommelen het ritme. Ja, en de vrouwen die maken opwindende bewegingen en die zwaaien met doekjes. Ik snap het. Die vrouwen zorgen ervoor dat ik moeiteloos de schildwachten kan overmeesteren. Vierengeus is niet leus! Vierengeus is niet leus! Sla op de trommelen van dieren dondijnen. Zal God u geven. Lieve de geus, houd vrome zin. Aan de riemen, we gaan verder. Op naar Lammerschans. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 your boat gently down the stream. Merrily, 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 lightly down the stream. Merrily, 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 your boat gently down the stream. Op de weg van Zoetermeer naar Leiden is er hard doorgewerkt. De Spaanse vlag is klaar en het flamenco-optreden is voorbereid.
In Stompwijk, niet ver van Leiden, ligt de broedertrouw aan de kade. Er wordt nog een laatste keer geoefend. Is gehouden. Ja. Is iedereen er klaar voor? Ja, bijna. Bijna, ja. Jacob heeft moeite met zijn rol als flamenco danser. Een echte watergeus is nu eenmaal geen artiest. En dan moet hij ook nog met castagnetten spelen. Ja, laat maar. Gaan we bij de mannen staan en klop maar mee. Maria en Marit hebben alles samen bedacht. Simon speelt de rol van de Spaanse schildwacht die overmeesterd moet worden. Door Jacob. De vrouwen aan de rechterkant gaan straks op de Spanjaard af. De mannen klappen en trommelen het ritme van de dans mee. Twee lange jaren. Ik heb je vriendschap zo gemist. Ik heb je wel zien kijken hoor. Sinds ik aan boord ben, was je altijd in mijn buurt. Ja, maar daar waren altijd andere mensen bij. Vroeger in de klooster praatte ik ook altijd zo vroeg met jou. Maar nu zou ik je eigenlijk willen zeggen... Nee, maar nu is alles anders. Ik ben weg uit het klooster, wat mijn thuis was. Ja, en jij hebt je vrouw en kind verloren. Ja, dat is waar. Maar er komen ook weer nieuwe kansen op geluk misschien. Ja. Als er hier straks vrede is, zijn wij vrij. Vrij om samen hier te doen. Samen doen. Is de tirannie verdreven, kunnen wij in vrijheid leven. Zijn wij vrij met Oranje, zijn wij vrij. Nieuwe kansen voor ons twee, paars en vrij. Katholiek en protestant, hand in hand. Denk niet dat we hier staan dromen, onze wens zal uit gaan komen. Pais en vree in ons Holland, pais en vree. Ieder op zijn eigen wijs, samen sterk. Vol vertrouwen op elkaar, aan het werk. Leren wij een nieuwe wereld te verkennen met elkaar. Nieuwe kansen op geluk. Je krijgt regen! Hestjes uit! Hey! Christus! Op de Lammerschap! Het is nu 2 oktober 1574. Vandaag gaat het gebeuren. Leiden wordt ontzet. Aan boord van de broedertrouw is iedereen er klaar voor. In de top van de mast wappert de Spaanse vlag. En het gezelschap staat klaar. De Spaanse schans in Leiden dorp is in zicht. Langzaam varen zij de haven binnen. Maar het bevel om af te meren blijft uit. Waar wachten we nou? Wat denk jij, Simon? Ik vertrouw het niet. Ik
ik ook niet. Er is geen Spanje tot elkaar te bekennen. Het lijkt wel of ze met stille tromp vertrokken zijn. We moeten voorzichtig zijn. Het zou net zo goed een valstrik kunnen zijn. Nou, inderdaad. Simon en ik gaan op verkenning uit. Als de Spanjaarden weg zijn, gaan we door naar Leiden. Dat lijkt een goed plan. Anders komen we terug. Maar doe voorzichtig, hè. En kijk uit. Jacob, liefste, kom alsjeblieft levend terug. Ach, we moeten op God vertrouwen, lief kind. Nu vaarwel, leef vrij en blij. Denk aan jou, doe dat dan ook aan mij. Nu vaarwel, leef vrij en blij. Denk aan jou, doe dat dan ook aan mij. Zeg wanneer, zullen we elkaar ontmoeten? 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 Zeg wanneer. Het is een lange, onzekere dag aan boord van de broedertrouw. Schipper Hendrik heeft het niet aangedurfd om af te meren in Leiden-dorp. Hij is naar een positie buiten het zicht van de Spaanse schansen gevaren. De kinderen van Aleid staan aan de reling. Ze hebben scherpe ogen en zien meer dan de volwassenen. Mama, kijk daar, zeilen. De vloot komt eraan. Hé, hey, de vloot! Hoera! Ga met de vloot mee naar Leiden. In naam van Oranje, doe open de poort, de watergezicht aan de wal. De vloot voert de geuzen, hij maakt geen akkoord, hij vordert de biel of uw val. Dit is het bevel van u mij op mijn eer. En burgers, hier baat nu geen tegenstand meer. De watergeus komt om den Briel. De watergeus komt om den Briel. Toen Jacob met Simon aankwam bij Lammenschans, waren de Spanjaarden net overhaast vertrokken. De hutspot in de grote ketels was nog warm. Die hebben ze uitgedeeld aan de uitgehongerde Leidenaren. Ik ben blij dat we weer terug zijn in Gouda. Jammer dat ik mijn plan niet heb kunnen uitvoeren. Maar er komt vast nog een moment voor mijn heldendaden. Nou, dat dacht ik niet. Nee, het wordt tijd dat je meer thuis bent en een vader bent voor de kinderen. Moet ik mijn geuzen bestaan op zeggen? Ja. En wat dan? Nou, dan word je mede-eigenaar van de brouwerij van je familie. De brouwerij. Henrik, luister eens. Mijn besluit staat echt vast. Ik ga hieruit Gouda weg en ik vertrek naar Delft. En wat is een Delft dan zoveel mooier en beter dan hier? Ja, daar gaat het helemaal niet om. Ik ga met Maria samen naar Delft. Maria gaat daar een school beginnen voor de Hollandse jeugd. Het zijn nieuwe kansen voor die kinderen en ik ga haar daarbij helpen. En de broedertrouw dan? De broedertrouw hebben ze allemaal geregeld. Met Simon daar. Simon gaat mijn aandeel in de broedertrouw overnemen en dat is alles mooi opgelost. Simon? Ja, met Simon. Dus jij wilt samen met mij op de broedertrouw gaan varen? Nou, zeker. Nou, ik dacht het even niet, hè? Je bent zo wispelturig dat ik niet weet of ik jou wel kan vertrouwen. Ja, maar Schipper. Klaas zei, tuurlijk. Dat is niet eerlijk. Pardon? Simon staat aan onze kant. U kunt hem niet zomaar aan de kant zetten. Ik ben jou geen verantwoording schuldig.
Het gaat om ons leven. Wij pakken de herberg van Klaas. En in de zomermaanden kan Simon je helpen waarop je broeder trouwt. Luister nou, Henrik. Doe nou, wees dan niet zo koppig. Laat die eeuwige ruzie tussen ons eens afgelopen zijn. Het zijn andere tijden. Stem nou in met het plan van Simon en mij. Laten we nou gewoon met elkaar samenwerken om van ons vrije Holland iets moois te maken. Doe nou, Henrik. Kom op, joh. Ga akkoord. Oké, lief. Oké, ik ga akkoord. Goedemorgen! We moeten samenwerken om Holland te houden. Wij willen Holland houden, ons Holland vier maar klein. Wij blijven trouw en trouwen, wat ook zijn lot mag zijn. En wie ons denkt te dreigen en denkt te nemen ooit, hij zal ons land niet krijgen, wij geven Holland nooit. Hij zal ons land niet krijgen, wij geven Holland nooit. En vast aan onze zijde zal Hollands leeuw daar staan. Die zal het nimmer lijden, dat Holland zal vergaan. Zolang de leeuw zal dragen, zijn zwaard en zijn kroon. Zolang zal hij ons dragen, ons volk en onze troon. Zolang zal hij ons dragen, ons volk en onze troon. Ik trakteer, laat het bier en de wijn maar komen. Hey! Hey! Ja! Daar moet op gedronken worden. Hey! Wat zullen we drinken? Zeven dagen lang. Wat zullen we drinken? Wat een dorst. Wat zullen we drinken? Zeven dagen lang. Wat zullen we drinken? Wat een dorst. Er is genoeg voor iedereen. Dus drinken we samen. Sla het vat maar aan. Dus drinken we samen. Niet alleen. Er is genoeg voor iedereen. Dus drinken we samen, sla het vat maar aan. Dus drinken we samen, niet alleen. Oh. Eerst zullen we werken, zeven dagen lang. Eerst zullen we werken voor elkaar. Eerst zullen we werken, zeven dagen lang. Eerst zullen we werken voor elkaar. Dan is er werk voor iedereen. Dus werken we samen, samen staan we sterk. Dus werken we samen voor elkaar. Dan is er werk voor iedereen. Dus werken we samen, samen staan we sterk. Dus werken we samen voor elkaar. Eerst wil ik vrijen, zeven dagen lang. Eerst wil ik vrijen met mijn nieuw. Eerst wil ik vrijen, zeven nachten lang. Eerst wil ik vrijen met mijn lief. Maar ik vrij niet met iedereen. Dus vrij ik samen, zeven nachten lang. Dus vrij ik samen met mijn lief. Maar ik vrij niet met iedereen. Dus vrij ik samen, zeven nachten lang. Dus vrij ik samen met mijn lief. Eerst zullen we drinken, dit duurt ons te lang. Eerst zullen we drinken, wat een dorst. Ja! Dames en heren, wij zijn theatergroep Maskerade uit Wallingsveen. Hartelijk bedankt voor uw aandacht dat u bent blijven kijken. Heel fijn. En we treden straks nog weer op, over een drie kwartiertjes. En mocht u nog iets willen geven als blijk van uw waardering, dan neem ik nu mijn muts voor u af. Nogmaals, hartelijk dank. Leef Oranje! Recht met Spanje! Vive de Geus! Is Nederland!
Ja, nooit.